dit is het apparaat voor de elektrolyse. Die je kan stellen bijvoorbeeld op 60, op 80 of op 100. Hij staat nu op 80. Dit is het apparaat wat je kan bedienen, maar dat hoeft niet. Hij draait gewoon 13 uur of 14 uur per dag. En je kan hem hiermee stoppen. Voor de rest hoef je hier niets aan te doen. Dit is automatisch. En hier kan je de pomp van het zwembad mee stoppen. Inhoud voor de couverture roulant, voor het dekzeil. Nou, de badmeester is een beetje zenuwachtig. Nee hoor. Dit is de sleutel van het dekzeil. En wat je kan doen, terwijl je hem opdraait, kan je hem schoonmaken, het dekzeil. Kijk, en in die bak daar, die witte bak, daar zit dat schoonmaakding. En niet hoger als iets boven het water. Dat zal ik even laten zien. Anders slaat hij namelijk door. Dan moet je dit sleutel eruit, sleutel opbergen weer in het kastje. En dan moet je dit zetten op ouvert. Hup, ouvert. En dan brandt dit constant. Ouvert automatiek staat er dan. Dit brandt constant. En dat staat op 80. Constant. Of 100. Constant. 100. Okay. Perfect. Dat je deze klemmetjes daar, daar en daar. Daar kan je het dekzeil en vastmaken. Dekzeil en vastmaken en losmaken. Even drukken. Drukken en knijpen. Het hoeft niet. Maar als je lang weg bent, bijvoorbeeld een paar dagen of zo, dan kan je dat misschien wel doen. Als je het dekzeil open gedaan hebt, pak je even dit. Het schoonmaakmandje. Het schoonmaakmandje. Het netje en dan ga je eventjes even, door het zwembad heen. Even de vliegen en de dingen eruit te halen. En dat haal je er even uit. En dat doe je even zo. En dan hup. Dat draai je mee. Allee hop. Hup. Allee hop. Hup. Even schoonmaken. Alles, ik ben nu ook nat. Hup. Allee hop. Klaar. Hopsa. Wat we elke dag even doen, dat is dit even oplichten, tillen, naar voren schuiven en eraf halen. Hier zit een korf in. Een mandje zit erin. Een mandje. En daar die zit maak je, viezigheid in En dan. Die maak je elke dag, maak je die eventjes schot. Haren eruit. En dan zet je hem er weer in. Zorgen dat hij voorbij dit klepje zit. Voorbij de skimmer zit. Ja. En dan doe je dit er weer gewoon op. Zo nodig, toch wel één keer per week. Het zwembad even stofzuigen. Dit gaat eruit. Dit apparaat. Dat gele ding met dat zwarte hengseltje. Zetten we hier op. Die zet je op de stang van het ding met het netje. De slang doe je op dit zwarte dingetje. Zo, klik, hurry up. Klik. Deze en deze. De transparante zet je op de witte. En zorgen dat de rondjes boven... Ja, dat kan maar op één manier, pap. Die rondjes. Dat past in elkaar. Dan doe je dat ding even onder. Onderlangs. De onderlangs. Hier. Ja. Dit doe je hierin. In de middelste. Je zorgt dat dit hierboven is, die inkepingen. Het korfje haal je eruit. Dan haal je dat korfje er weer uit. En dit zet je met dit erdoor, kijkend, dit zet je hierop. Ja? Ja, en nu werkt dus de stofzuiger. Dat omdat je hem in dat mandje hebt gedaan. En nu kan je met de stofzuiger en de slang de bodem schoonmaken. Over de grond. Heel langzaam. Even stofzuigen, gewoon netjes. Nou, nu de instructies over hoe die eruit gaat. Zo gaat hij eruit. Haal je die witte slang eraf. Hup, die leg je weer hier neer. Nou, dat demonteer je op de omgekeerde manier als dat je het gemonteerd hebt. Mandje er weer op. Die laat je even drogen. En het beste eruit halen door dit even te draaien, de bovenste. Dan kan hij makkelijk loslaten. Dan laat hij los. En dan kan je het korfje weer erin doen. Korfje er weer op. Korfje hier eronder. Onder dat klepje.
korfje. Dit gaat weer dicht. Ja, die twee filtertjes laat je drogen en die slang die moet je natuurlijk niet in het zwembad laten drijven, want dan is die weg. Nee. Belangrijk, het volgende. Twee keer per week verwisselen we de filterzak. De filterzak ligt in de witte bak. Dit gaat er weer af. Weer hetzelfde klepje. Nee, even wachten. Ja, dat snappen ze toch wel dat je dat goed moet spuiten. Nou, draai hem om namelijk. In de kamer het boek over het zwembad. En elke week moet het chloorgehalte en de pH moet bepaald worden. Dat doe je hiermee. Dit is het reactieve spul. Je gaat naar het zwembad. Je gaat naar het zwembad. Houd het even op. Omgekeerd goed in het water en dan omhoog en dan tot het tot de streepjes gevuld is. 4 druppeltjes van pH, links erin. Een dopje met de rooie. 1, 2, 3, 4. Reactief chloor. Aan de rechterkant rechts. De gele druppels. 1, 2, 3, 4. Even goed schudden. Grond. Dan zie je dat de pH is ongeveer... Hoeveel is die, Els? Nou, 7,6. 7,6. De kleur, die moet die je vergelijken kleur, met... vergelijk je met die kleur, 7,6. Chloorgehalte is veel te laag, want die is helemaal bijna wit en die moet wat geel zijn. Die moet eigenlijk een half of 1 zijn. Dus wat doen we nu? We zetten de elektrolyse die op 80 stond, zetten we op 100. En hier zetten we 0 op. En hier schrijven we elektrolyse 100%. Gaan we dat elke week gaan we dat meten? Als het nu niet goed is, dan denk ik dat ik na 4 daagjes alweer even het chloorgehalte gaat meten. Hupsa. De elektrolyse. Door de elektrolyse wordt chloor geproduceerd. Die staat nu op 80. Die draai ik op 100. En dan laat ik hem voorlopig, de eerste week, laat ik hem op 100 staan. Even vergeten te zeggen. Dit is de verwarming van het zwembad. Die werkt automatisch. Hoef je niets aan te doen. Hij staat op 26 graden, lekker warm, hij slaat vanzelf aan, dus verder hoef je daar niets mee te regelen. 26 graden is die. Oké, niets aan doen.